Zeg je voedselbank, dan zeg je Stina en Henk Koning. Ruim 12 jaar geleden begonnen ze de voedselbank. En nu nemen ze afscheid. Nou. 1, 2, ja. Stina, er is net een bord van jullie met jullie namen onthuld. Ja, als het zover is, dan ben je ook bijna weg, hè? Ja. Gelukkig wel. Gelukkig wel? Ja. Maar hoe vind je dat, dat het plein naar jullie genoemd is? Ja, ik vind het een hele eer, maar het past niet bij mij om zo op een voetstukje gezet te worden. Nou, maar het is natuurlijk wel fijn als iemand zo lang betrokken is geweest bij de voedselbank, dat er nog een klein stukje herinnering is, toch? Ja, daarom de eer is wel heel groot. Ik ben wel een beetje ontroerd erdoor. Ja. Kan ik me voorstellen. Ik wil even met je terug naar al 15 jaar geleden, begrijp ik. Ja. Toen is de voedselbank opgericht. Jij was een van de medeoprichters. Wat was de reden dat jullie de voedselbank gingen oprichten? De reden was, er was hier een voedselbank die een uitgiftepunt had in Winschoten. Daar werkte ik bij en die stopte in Winschoten met het uitgiftepunt. En toen moesten de mensen naar Vlagtwedde. En voor heel veel mensen is dat gewoon te ver weg, omdat ze geen vervoer hadden. En toen kwam er een man die ik helemaal niet kende en die zegt, jij hebt gezegd dat het stopt, maar het mag wel bij mij vanuit mijn schuurtje. Ik heb 2 schuurtjes die ik toch niet gebruik. En zo zijn we dus bij een ouder echtpaar achter het huis in hun schuurtjes begonnen met ongeveer 30 gezinnen. En ja, zo zijn we begonnen. En hoe zag de inrichting er toen uit? Ja, wat tafels hier en daar weggehaald. En mensen moesten gewoon buiten staan wachten. En iedereen moest staan, stoelen waren er niet. Op een gegeven moment hebben we een koelkast aangeschaft. Daar konden in een diepvries, dan konden we wat spullen in. En we haalden brood bij de warme bakken. Dat konden we dan in de vriezer doen. En ja, het was behelpen en kijken hoe je het deed. Waren er toen ook al bedrijven die jullie holpen met gratis spullen? Nee, helemaal niet. Daar moesten we allemaal zelf achteraan. En dat oudere echtpaar bij Scholte, die ging naar allerlei bedrijven toe. Onder andere ook naar Scheemda, naar de vleesfabriek. En daar kregen we vleeswaren. Toen hebben we een snijmachine aangeschaft, want je kreeg van die grote worsten, zeg maar. Dan moest je zelf in plakjes snijden. En dat deden we toen, 1 keer in de week. En dan kregen de mensen dat mee. Nou zitten jullie in een heel mooi pand inmiddels. Dat betekent dat jullie heel erg gegroeid zijn. Ja. Dat is natuurlijk aan de ene kant mooi, maar ook jammer dat het nodig is, toch? Ja, absoluut. Dat verwacht je eigenlijk ook niet. Je bent begonnen van, nou, misschien help je mensen en stopt het. Maar aan de andere kant weet je ook, omdat er iedere keer weer nieuwe mensen bijkomen, dit stopt niet, dit wordt alleen maar meer. Nog even de vergelijking tussen de oude situatie toen jullie begonnen. Hoeveel vrijwilligers hadden jullie toen en hoeveel nu? Ik denk toen een stuk of 6, 7. Ja, en nu 100 ongeveer. Dat is wel een heel verschil, hè? Ja, dat is een heel verschil. Ja. Nou stopt het, na toch 15 jaar. Die zijn voorbij gevlogen waarschijnlijk. Ja. Wat is nou de reden dat jullie zeggen van, nou, we willen ermee stoppen? Nou, de maatschappij, de manier waarop je moet werken, wordt steeds intensiever. Worden veel meer eisen gesteld aan je als voedselbank. Op organisatorisch gebied, maar ook op hygiënegebied, voedselveiligheid, op arbo-gebied. En dat zijn allemaal factoren waar je je in moet verdiepen, waar je mee bezig moet zijn. En ondertussen wordt mijn leeftijd ook steeds hoger en dan denk je van, ik heb hier geen zin meer aan, dat ga ik niet meer doen. Nu wordt het tijd om het stokje over te geven aan een jongere generatie, het is genoeg. En zijn die gevonden? Ja, die zijn gevonden. Ik stel toch de vraag maar even. Gaan jullie je nou vervelen? Nee, absoluut niet. Dat past ook niet bij ons. Nee. We hebben het plan om te gaan verhuizen. We gaan verhuizen naar Dronten en er wordt een nieuw huis gebouwd. Maar daar moet nog mee begonnen worden. En we verkopen ons huis wel binnen een paar maanden. En dan stappen we in de camper
En dan gaan we gewoon een beetje rondtrekken en reizen. Nou ja, dan moet ons nieuwe huis klaar. Maar in Dronten zijn ook een heleboel mensen en organisaties waar wij onze energie en ons kunnen voor in kunnen zetten. Wij zijn niet mensen die de hele dag thuis zitten. Stilzitten is er niet. Nee, bij. Henk zei al, we kopen geen geraniums, maar dat gaan we ook niet doen. Henk, op een gegeven moment raakte jij ook betrokken bij de voedselbank. Op welk moment was dat? Nou, eigenlijk vanaf het allereerste begin. Want het is wel belangrijk dat als je hiermee begint, dat je dat ook als echtpaar, dat je daar ook samen achter staat. En toen ze op een gegeven moment in dat schuurtje begonnen en groter groeiden. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van nou, nu ga ik voor mijn bedrijf naar een pand kijken waar jullie bij in kunnen. En dat was aan de Kloosterlaan. Dus toen ben ik er eigenlijk al op de achtergrond bij betrokken. Dus toen gingen ze verhuizen van zeg maar dat oudere echtpaar in die schuur naar jouw onderkomen toe. Grotere ruimte, dus toen was er ook al behoefte aan meer ruimte. Ja, toen was er al zeker meer behoefte aan ruimte. En eigenlijk is het binnen 5 jaar... was het al zo erg dat we ook daar weer uitgroeiden. Nou heb ik begrepen dat jij raakte betrokken bij de voedselbank, maar niet alleen met de uitgifte van eten, maar ook op een andere manier. Ja, kijk, in het allereerste begin, de voedselbank was ook aangesloten bij Voedselbanken Nederland. En daar was heel duidelijk de regel dat je als voedselbank alleen maar voedsel uit mag delen. En je mag je verder nergens anders mee betrokken raken bij de mensen. En toen hebben we gezegd, armoede is meer dan alleen het hebben van te weinig voedsel. Dus dan gaan wij naast de voedselbank een andere stichting. En daar heeft met name Stina heeft dat gedaan samen met Jeanette de Wal. Stichting Azur. Azur betekent helper. Om dan te kijken van, en wat is meer nodig en waar kunnen we jullie mee helpen? En op welke manier werd er dan geholpen? Dat was heel praktisch. Dat was, we hebben zelfs wel complete huizen ingericht. Maar als er geen bed was, dan zorgde je dat er een bed kwam. Als er geen stoelen waren, dan zorgde je dat je stoelen waren. Maar ook in wat kun je het beste doen om uit de schulden te komen? Dus een stukje adviezen. Maatwerk toegesneden op de persoon zelf. Ja, ik begreep van Stina dat jullie gaan verhuizen naar Dronten. Er wordt een camper in gebruik genomen. Beetje zin in? Ja, daar hebben we heel veel zin in. Wij zijn geen mensen om zeg maar stil te blijven zitten. En wij hebben een goed gevoel dat we bij de stichtingen, dat we hier die gewoon in vertrouwde handen achterlaten, zodat deze stichtingen ook voor de mensen hier in de regio toch echt van belang kunnen zijn. Daar hebben we alle vertrouwen in. En nu is er zoiets van, en nu gaan we iets anders doen. Nou, ik denk in ieder geval dat na zo lange tijd, dan komt het jullie toe om van iets anders te genieten. En ik wens jullie daarbij heel veel geluk en veel plezier uiteraard. Dankjewel. We hebben er echt zin in. En we denken met heel veel plezier terug aan de tijd hier in Winschoten, maar ook met RTV Go en alle contacten die we gehad hebben.